Beste vrienden, hartelijk welkom op opnieuw een Lectio Divina, nu met de lezing van Palmzondag. Uit het Heilig Evangelie volgens Marcus. Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, zond hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: ga naar het dorp daar voor u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak dat los en breng het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: wat doet ge daar? Antwoord dan: de Heer heeft het nodig, maar hij stuurt het spoedig weer hier terug. Ze gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen hun toe: wat doet ge daar, om zomaar dat veulen los te maken? Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd, en de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er de mantels overheen en hij ging erop zitten. Velen spreiden hun mantels op de weg uit, andere groene takken die ze in het veld gehakt hadden. De mensen die hem omstuwden jubelden: Hosanna, geprezend de komende in de naam des Heren. Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in den hoge. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God. Ja, bijna Pasen. Jezus onderweg naar Jeruzalem. Op een nietsvermoedend veulen. Ja. Ja, dat moet een beetje verrassend zijn. Ze maken het los. Maar sommige mensen daar in de buurt stonden riepen: wat doe je daar? Ja, maar ja, dat ze er zomaar met een paard vandoor gaan. Ja. Dat was veel waard, hè? Ook al was het maar een veulen. Ja, ja, het was veel waard. En toch hadden ze snel vertrouwen, want er wordt gezegd van: ja, wat doe je daar om zomaar dat veulen los te maken? Ze antwoorden zoals Jezus het dan had gezegd. En het was dan ook meteen in orde voor de mensen. Ja. Ze stelden zich geen vragen. Ze waren niet meer argwanend. Oké, dan is het goed. Het zal wel mooi zijn. Dus dat is toch, ja, gelijk weken terug met de roeping van vissers. Ga je mee? Volg je mij? Oh ja, dat is goed. Ja. Ja. En hier gebeurt als het ware weer een beetje hetzelfde. Ja, Jezus heeft het gezegd, zo zal het gaan. Ja, oké, geen vragen stellen. Neem daar veulen mee en gaan. Ja, je merkt dat ook van in een ander evangelie, bij Johannes, bij de bruiloft in Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Het is eigenlijk een heel eenvoudig vertrouwen. Ja. Want het geloof eigenlijk is een heel eenvoudig. Wow. Ja. Ook voor mij ook dat ook Jezus had ook de voelen nodig. De Heer heeft het nodig. De voelen, gewoon een dier ook, heeft een enorme rol gespeeld in de Godse geschiedenis. Mm-hmm. Ook in ons leven. En daar zijn ook zijn kleine dingen die ook, hij heeft dat nodig. Mm-hmm. Voor ze. Ik was een beetje aan het denken aan de woorden van Jezus die ook elders in het evangelie van Johannes of Lucas, ik weet het niet, maar hij went op Jeruzalem. Mm. En zei: Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten vermoord. En ja, had je maar geluisterd naar mijn woorden. Ik zie dat dit verhaal is tegelijkertijd dramatisch ook. Hè? Mm-hmm. Het is een... ligt een drama daaronder.
Maar Jezus komt bewust Jeruzalem in, ondanks wat dat zal helemaal gebeuren achteraf. En ik denk dat hij houdt rekening met die pijnlijke gebeurtenis van zijn leven. Maar het is ook met mijn leven dat toen ik in de kerk meer bewust was van wat kan betekenen die genade en vergiffenis en verrijzenis, dood enzovoort. Toen ik de spiritualiteit van het christendom leren kennen, het was een vreugde, het was een feest, het was een, ja, Jezus gedraagt zich al een vreugdevolle bruil die voor de bruidegom, die voor de bruil, vol vreugde gaat. En ja, ik zie dat zijn een stukje feest en een stukje lijden. Hè? Dat is een beetje het gedrag van Jezus. Hè? Dat hij komt in de feest, maar toch zal hij lijden. Dat is ook het drama van de menselijk bestaan. Ja? Het is, het is pijn, het is feest en ja, het is mijn leven toch. Hè? Ja, en er zit ook iets in van een komen en gaan. Jezus die onderweg is, hij gaat naar een plaats toe, maar hij gaat ook weer weg. En dat is eigenlijk wat er vanaf het eerste begin in heel het evangelie al speelt en waar Pasen eigenlijk de ultieme apotheose voor is. Dat is uiteindelijk geeft Jezus zijn leven op het kruis en kan hij daarna ook niet meer hier onder ons blijven. En is het weer een komen en gaan. En ik denk dat vandaag nog altijd zo is. Dat Jezus komt en gaat. Soms voel ik Jezus heel sterk bij mij. Heel diep, heel krachtig, liefdevol. En ik zou willen dat voor altijd zo zou blijven. Maar dat is ook niet. Soms is Jezus, of eigenlijk ben ik dan wat verder weg. Het is niet Jezus die verder weg gaat, maar ik. Door alle toestanden in de wereld, door alle beslommeringen, dat die afstand groter wordt. Maar nu weet ik ook wel, die afstand wordt ook wel weer kleiner. Dat is een komen en gaan en soms is die echt heel dichtbij en soms verder weg. De mystiekers zeggen dat God is als de zee. Ja. Dan wil de Nederlandse mystieken, want die kenden dat de zee heel ver kan weggaan. Ja. En dat heb je aan het strand. Soms kan het wel een kilometer weg zijn. En hoe komt dat? Ja. Dat is af en toe dan een heel koud verlaten gevoel. Omdat je zo weet dat die zo dichtbij kan zijn. Hij ontsnapt onze... ontsnapt onze... manier van denken. Het is, we kunnen God niet in onze handen vasthouden. Maar toch tegelijkertijd, zoals Saskia zei, is dicht bij mij. Het is dicht bij ons. Ja. En laat zich ontmoeten. Ja, altijd. Zeker. Wat mij altijd aangrijpt is dat eigenlijk dit is de opening voor de Goede Week, de Heilige Week. We weten allemaal wat er gaat gebeuren. Ja, we hebben de spoilers gezien. Ja, de spoilers. En dit is een heel vreugdevol moment. Hè, dat lied dat hier gezongen wordt. Hè, gezegend hij die komt. Ja. Hè, in de naam van de Heer, gezegend het koninkrijk dat komen gaat. Hij zegt van, oh nee man, wat is dat er gaat komen? Hè, dat slaat mij koud om het hart. De eenzaamheid die Jezus, het verraad, het verdriet, de leegte, teleurstelling. Voor mij is ook belangrijk die moed van Jezus. Je wist dat de mensen die hem zo groeten en zo roepen met blijdschap, zijn ook roepen, ga weg,
Barabbas kiezen wij niet u. Mm-hmm. En toch, Jezus dat wist en kwam naar hen toe. Mm-hmm. En ook, voor mij dat is ook een beetje symbolisch hoe mens kan zich veranderen. Zo, ook ikzelf gewoon. Kan op één dag zo positief, zo fantastisch, mm-hmm. als dag, volgende dag helemaal anders. Mm-hmm. En dan toch, Jezus komt naar die mensen, naar diegenen die hem verwelkomen en hem wegjagen. Ja. En dat is ook voor mij ook een beetje ook belangrijk. Gewoon Jezus altijd aanwaarden en toch letten dat ik ben ook hen zwak. Ja. Ja, zeker in een vervloek, is al dicht bij elkaar soms. Hè. In het zin van, ja, ene dag ziet je dat jouw leven zo, alles komt goed, alle bezigheden, lukken enzovoort. En een dag nadien, kijk, deze onverdraagbare dochter die God in mij gegeven. Zo lawaaiig en het is zo, hè. Ik herken me als iemand die zo op een dag zo positief is en dan een dag nadien, ja, maar hoe komt dat? Ja. Waarom? Waarom, Heer? Hè? Ik zei, waarom? Ja, dus deze inspanning van, zijn beweging van, ja, van zegening en, ja, en kruising. Mm-hmm. Ja, ook voor mij ook is het ook een beetje aansporing tot nederigheid. Dus de koning der Joden, koning der Heelal, komt om de ezel, om de beulen. Ja, dat is echt, het is bijzonder, dat zo nederig is Jezus. Mm-hmm. Maar die mensen ook hadden hem wat ze echt bijzonder hadden. Dus de mantels, dat waren die mensen echt iets bijzonders, iets duur. Mm-hmm. Ja, zeker. En ze dat hem gewoon gaven. En ook, als ik naar mijn leven, wat ik kan God geven, gewoon mijn gebed, mijn tijd, maar misschien ook iets meer, die is kostelijk. Mm-hmm. Ik heb af en toe wat is een beetje overschot van de tijd, maar toch iets die is kostelijk. Mm-hmm. En Jezus dat gaat aan waard. Mm-hmm. Ja, boeiend van keer. Ja, dus blij de boodschap welke zou zijn voor goeie week. Zelfs ik kom mij naar Jeruzalem. Kom mij naar Jeruzalem. Niet alleen maar als kijkers naar Pasen kijken, maar toch in leven. Mm-hmm. Met Jezus meegaan. Ja, dat is het. Met Jezus meegaan. Ik ook sluit me aan, maar ook dat Jezus komt ook naar die plaatsen wat moeilijk is. Mm-hmm. Dat komt altijd is onderweg, ondanks alles. Dat ook Jeruzalem. En toch hij kwam naar daar. Dat is ook liefde. Mm-hmm. Goeie Pasen, beste. Zal ik Pasen. Goeie week.